is de laatste wedstrijd van Roos van Wijnen. Wat zit er nog op het spul? Het derde plak van Nederland. De eerste wedstrijd had Stits maar 3-0 woen en nou binnen 2 sets genoeg. Maar Roos maakt het geen speelminuten. Na frustratie van haar zelfs en de VC Snits fans. Stits komt op 2-0 en het derde plak is binnen. En dan moet Roos nog invallen. Ze winnen met 3-2, maar daar gaat het ijs net oer. Joert gaat het oer haar laatste wedstrijd. Kleer. Hoe is het om dat het nou echt kleer is? Nou, wel een beetje gek nog. Het moet denk ik nog even een beetje landen. Maar ik heb ook wel veel zin om andere dingen te doen. Waarom horst eigenlijk op? Ja, gewoon elke keer die druk, zeg maar, van het moeten presteren en elke keer weer moeten trainen. Dat breekt me een beetje op. Daar heb ik, minder zin in om naar volleybal te gaan. Het spelletje vind ik echt nog hartstikke leuk. Mijn teamgenoten ga ik echt heel erg missen. Maar ja, ik had te veel dat ik elke keer weer dacht, oh, ik moet weer. Wat is eigenlijk het hoogtepunt? De eerste keer landskampioen. De eerste? Ja. Maar wat wie daar zo mooi, hoor? Ja, het hele het feest, het hele hoe Sneek er naartoe leefde, zo lang niet landskampioen en dan zat het eraan te komen en de hele stad had het erover en dan, dat moment was wel heel mooi. Ben je nog zo'n meisje van die tijd, waar je nog contact mee hebt? Ja, zeker. Ja? Ja. Maar wat voor meisje had je nog contact? Nou, Fenna, die was zelfs hier bij Fenna de laatste wedstrijd. Ja. Janieke Popma, Monique Volkers. Nou, eigenlijk wel het hele team hebben we nog wel goed contact mee. Ja. Ik heb een aantal meisjes die denk ik belangrijk binnen in die volleyballeven. Heb ik vregen om een videoboodschap in te spreken. Is de eerste maal een beetje onkom? Ja. Maar stel nog op play drukken. Hey Roos. Hey Roos. Lieve Roos. Nou Roos, dit was hem dan. We hebben er ontzettend van je genoten. Vanuit de zonnige Vogezen wil ik je heel veel succes en plezier met je laatste volleybalwedstrijd voor VC Sneek wensen. Dat was het dan, je allerlaatste wedstrijd voor Dames 1. Je laatste potje. Nou ja, op het hoogste niveau, want jij gaat echt nog wel eens tegen een bal aanslaan. Zo gaat dat met volleybaldieren. En ik hoop dat je de komende jaren ook andere dingen verzint. Vorige week natuurlijk je laatste thuiswedstrijd in Sneek. Met superveel publiek en superveel mensen die jou uitzwaaiden. Dat was echt een mooi moment. Ik kreeg zelf ook bijna tranen in mijn ogen. Dank Roos voor alles wat je volleyballend Nederland, volleyballend Sneek en ook mij hebt gegeven. En altijd op jouw manier. Hey Roos, 14 jaar Eredivisie en vandaag je laatste wedstrijd gespeeld. 8 jaar daarvan hebben wij mogen samenwerken met veel plezier. En ik wil je bedanken voor al die jaren dat ik kon genieten van jouw volleybalspel. En die ken ik, die stond al een beetje te snikken van oh jee, daar gaat ze. Ik vind het een eer dat je als Benjamin bij ons in het team belandde en ik een aantal jaar met je samen heb mogen spelen. Nou, ik denk dat jij gewoon heel erg kan terugkijken op een supermooie carrière. Superveel mooie dingen beleefd, veel prijzen gewonnen. Bescheiden, trouw, lief, betrouwbaar, stabiel en een enorm harde werker. Dus daar kan je echt trots op zijn. 8 jaar hebben we samen gevolleybald. We voelden elkaar altijd zo goed aan. We spraken echt dezelfde volleybaltaal. Nou, ik wil jou in ieder geval even bedanken voor alle mooie jaren die wij samen gehad hebben. Voor dat kleine stukje waarin ik heb mogen deelnemen in jouw carrière. Mooie prijzen gewonnen, mooie stapavondjes gehad. Gewoon supergezellig altijd op donderdagavond in de kantine. Wat was het mooi, intensief, uitdagend, leerzaam, bijzonder, maar bovenal een voorrecht. Ja, wie weet gaan we ooit nog eens een keer samen spelen in een vriendinnenteampje of zoiets. Dat lijkt me wel wat. Je mag heel trots zijn en ik ben ook trots op jou. Oh, en je heel veel succes wensen in dat wat je gaat doen in de nieuwe fase van je leven. Inmiddels ben je zelf een van de oudjes. Geniet van je laatste wedstrijd. Zet hem op. Heel veel liefs. Dag, tot Roos.
Nee. Ja. Goed gekeurd. Ja. Ja. Wat trekt het in het beest? Ja, ik weet niet, gewoon een hele mooie periode met z'n allen. En dat ik gewoon, ja, veel vriendinnen ook daar aan over heb gehouden. Ja. Dat is dus het mooie, dat is het oerhoofd, dat is door die spot. Ja. Als je het zo ziet. Ja. Ze gaan er al mooi werken, hè? Dus. Nou, jou is eerst maar even dikke brug. Dank je wel. Dank je wel.